12e editie. Het is elk jaar proberen we het weer anders in te richten. We proberen een ander thema te vinden. We zoeken elke keer andere evenementen erbij. Dus eigenlijk is het elke keer weer vernieuwend. En wat is het thema dit jaar? Opel. Dus, waarom? Het vak staat vol. Allemaal Opel-auto's, trekkers, van alles staat erbij. Hoeveel deelnemers hebben zich ingeschreven? Voor het hele weekend? Nou, we zitten nu over de 600. Qua aantal anders dan vorige edities? Het is meer. Het is weer een flink stuk meer. Kun je het verklaren? Ja, we zijn heel goed bekend ook, maar we hebben extra geflyt en extra reclame gemaakt. Er is ook een all-time evenement wat verder weg is ook afgelast. Er zijn ook mensen van gekomen. Dus ja, op zo'n manier denk ik. Waar komen ze allemaal vandaan? Door heel Nederland, deel van Duitsland, België. Ze komen echt alle kanten op. Het is van jong en oud. We zorgen ook altijd dat voor de kinderen wat is. Voor de ouderen, die vinden dus alles mooi. De vrouwen, die vinden meestal de markt bijvoorbeeld leuker. Voor alles wat. Dat het gewoon echt een gezinsfestival wordt. Hoeveel bezoekers verwachten jullie? Gemiddeld zo'n 5.000-6.000. We zijn altijd tevreden. Geniet je er nog een beetje van? Ja hoor, heerlijk. Lekker zonnetje, mooie trekkers. Wat heb je ermee? Ik vind het gewoon mooi om daar te kijken. Ja, dat eigenlijk. Nostalgie? Ja, zeker. Het is leuk, mooi weer. Prima. U bent speciaal gekomen om dat hier allemaal te bekijken? Ja, klopt. Ik woon zelf in Hardenberg, maar ik ben hier op de fiets. Dus. Ja, waar let u dan op? Ja, oude vrachtwagens en oude tractoren. U hebt er zelf wat mee? Ik kom van de boerderijen van vroeger, zodoende. Je herkent een en ander. Jawel, zeker. Heel leuk. Ja, we komen hier elk jaar weer. Dus, En wat spreekt jullie zo aan? Gewoon het niet al te groot, maar wel heel gezellig. Gewoon een leuke dagje uit. Ervaar jij dat ook zo? Ja, ik vind het ook leuk, met al die auto's ook. Zie. Je hebt er wel wat mee? Ja, ik vind het mooi. Jullie staan hier met militaire uitrusting. Ja, dat klopt. Merken jullie dat daar nu meer aandacht voor is en belangstelling? Nou, nee, dat valt op zich nog wel mee. Ja, nee. Het is elke dag in de actualiteit. Er zijn NAVO-oefeningen. Dat mensen het eventueel van iets van dichterbij willen gaan bekijken. Ja, dat wel. Maar nou, ik vind het tot nu toe hier nog wel meevallen. Ja. Op andere plekken dan? Merkt wel, onderweg heb je dan soms wel eens. De een vindt het wat leuker als de ander. Maar nee, voor hier valt mee. Wat is de kick om dat op te bouwen en daar mee van op verschillende plekken te gaan staan? Ik weet eigenlijk niet anders dan dat we dit eigenlijk altijd deden. En nu zo met het gezin en alles, dan wij vinden het nog steeds hartstikke leuk. Jullie reizen zo kriskras het land hoor. Nee, we hebben de laatste tijd alleen eigenlijk alles in de buurt. Veteranendag in Hoog Zand. Nou, hier op Balkbrug. We staan straks in Smalspoor in Erika. Eerder hadden we ook al evenementen verder weg. Maar dat wordt steeds minder. Het wordt duur. Het draait allemaal niet zuinig. We hebben dan de boogtent hebben we mee. 2314. We hebben een 126 met de radiobak achterop. Daar zetten ze dan nu de antenne ervoor op. Een gewone 126, een 4440 met schamel aanhangen. En dat werd ooit gebruikt in het leger? Ja, nee, dit is allemaal naoorlogs. Gezellig. Ja? We zijn hier met de Solex Club. Dus. Maar het is, ik loop hier net even, want ik sta hier bij de kraam. Je hebt ze speciaal aangekleed? Ja, dat doe ik voor zulke dagen. Nou, is dat een familie F-stuk? Het meest wel. Dat van mijn man zie ik aan. En okay. Dat komt hier weg. Maar wat voor draag precies? Je weet niet precies wat voor kleding er is. Dat weet ik niet. Voor de evenementen, oldtimers? Oldtimers, vorig jaar hebben we in Oldenbroek gestaan, ook met de Solex Club. En dan trek ik die cliënten aan. Dus normaal niet. Krijgen jullie daar reacties op? Oh ja, zat. Zoals? Nou ja, dat ze dat leuk vinden. Vrouwen wat voor kleding draagt.
Maar ja, precies weet ik het ook niet, want ik kom hier oorspronkelijk niet weg. Geweldig, ik sta er al jaren. Wat is daar zo leuk aan? Nou, de belevenis met jouw ouders te zien, de contacten met de medemensen die hier zijn met oude auto's. Dat is gewoon hartstikke leuk en je bouwt vriendschappen op met bepaalde mensen. En dat gaat over een periode van zo'n 10 jaar. En dat is gewoon leuk om één keer hier weer naartoe te komen. Waar komt u vandaan? Nieuw-Leuzen. Daar zit ik bij. Ja, dat is niet zo ver weg. Het thema dit jaar is Opel. En daar bent u bezitter van? Ik heb ze hier vlakbij staan. Wat voor jaar, bouwjaar? Ik heb ze van 64 en 62. Dus het zijn echt oude Opels. Wat voor type? Opel Rekord van 1964 en een Opel Kapitein 1962. Bent u ook iemand die daaraan sleutelt en eventueel restaureert? Nou, restaureren is een groot woord vind ik, want het is vakwerk en dat ben ik weer niet. Maar sleutelen, ja natuurlijk wel, op storings oplossen en zo, dat kan ik. En dat is ook de bezigheid met zulke auto's wel. Hè. Als ze bijvoorbeeld de rem vast zit, nemen we wat losmaken. Kleine plekjes bijwerken en dat soort dingen. En veel poetsen, hè. Die auto's moeten altijd gepoetst worden. Oké, dus dit is meer dan een hobby als ik het zo hoor. Het is ook meer als een hobby, het is een bezigheid. Verslaafdheid misschien? Nou, verslaafd is ook weer een groot woord natuurlijk, hè. Maar het is wel leuk om bezig te zijn. Als je wat ouder wordt, dan ga je met pensioen en dan is het leuk om een bezigheid te hebben. Zodat je toch nog weer wat te doen hebt. U bent hier morgen ook nog? Ik ben hier morgen ook nog. Ja, ik heb hier de auto staan. Dus ja, hoeveelste editie is het dat u al bijwoont? Nou, deelneemt? We zijn met de 11e bezig. Ik heb zeker wel 8 keer meegedaan. Dus ja. Dus ja, elk jaar neem ik er speciaal vrij voor. Dus, ja. Kijk aan. En ziet u daar een bepaalde evolutie in de afgelopen tijd? Nou, evolutie? Ach nee, het is eigenlijk hetzelfde gebleven dat het was. Het is wat groter en uitgebreider geworden. En het publiek die erop afkomt? Nou, dat is heel verschillend. Ik heb meer publiek, het ligt ook aan het weer en het is nou mooi. Een hele goede staat. Er zijn natuurlijk ooit eens over gespoten, dat zou best kunnen. Maar ik heb ze zo gekocht bij Kramer in Wolvenga en dat ziet er zo uit zoals ze daar staan. Deze auto heb ik al vanaf 2017, 2018 ongeveer. Ja. En die andere die is van 2007 heb ik die. Dat is de Opel Kapitein van 1962. De auto die is weliswaar een beetje bijgewerkt met een professionele spuiter. Omdat het lakwerk dat was een beetje verouderd. Maar zoals hij nu erbij staat, zo zag hij er zo'n 20 jaar geleden ook al uit. Hoeveel kilometer rijdt u daarmee per jaar? Want ik neem aan dat er toch af en toe moet gereden worden. Er wordt mee gereden. Nou, die aantal kilometer, een 1500. Kijk, je hebt een limiet van 5000 in verband met de verzekering. Nou, daar kom ik dus nooit aan, maar 1500 kilometer, ja, dat haal je wel. Je redt dus een dag toch hier, je doet een evenement zoals dit. Dan heb je toch wel een paar kilometer.